Hallo mijn lieve mensen, mijn cyber angels. Ik ben Char van Charlie's Angel Tarot. Als je mij niet volgt op YouTube, misschien volg je me op Facebook. Ik wil jullie wat vragen. Ook collega's, lezers, creators, reflexonetherapeuten. Wat nog meer? Sorry, ik ben emotioneel, want ik heb het net in Engels gedaan. En het beweegt me. So sorry dat ik huil. Ik zal wel even stoppen. Sorry. Ik ben Char van Charlie's Angel Tarot. En ik heb een vriendin, die heet Farina. En die heeft een zuster. En je weet dat familie belangrijk is. Bloed is dikker dan water. En Marina, die heeft een levensreddende operatie nodig. Ik ben al een maand bezig. Ik heb 2 maanden geleden een interview gedaan. Die zie je mij ook herhalend posten op Facebook. Ik wil vragen aan alle lezers, pendelaars, Reiki masters, yoga mensen, alle genezers van allerlei typen, om mee te doen om aan hun kijkers te vragen of ze 1 euro willen doneren of 50 cent om te helpen om Marina's leven te redden. Hoe langer het neemt, hoe gevaarlijker het wordt. Marina die ligt nu in bed en soms buiten bewust. Om haar leven te redden, want 2 aders, slagaders, die zijn, 1 werkte bijna niet meer. Als je de interview ziet, dan kan je dat horen. Toen was ze nog redelijk en toen heeft ze de interview met veel pijn en moeite en dapperheid gemaakt. En nu ligt ze meer op bed en is ze buiten bewust. We moeten de 50.000 euro halen. Dit is alleen maar de operatiekosten. Alsjeblieft, kan je mij helpen om 1 euro te storten vandaag op sos.nl. Ik laat de informatie onder de video of boven de video. En dat is op Facebook. En deel het zoveel mogelijk met heel Nederland, België, Frankrijk, waar je ook mag zijn. Ik heb het ook in Engels gedaan. Ik zet het op YouTube. Ik schaam me er niet voor. Want ik weet wat het betekent om een tweede kans te krijgen. Zo, ik vraag aan jullie, willen jullie haar tweede kans geven om een moeder te zijn en bij haar familie te zijn? Laat haar kerstmis haar cadeau zijn, of Sinterklaas. Als we binnen 30 dagen dit geld bij elkaar kunnen krijgen of minder, dan kan zij misschien thuis zijn met kerstmis. En dat zou fantastisch zijn. Ik hoop dat jullie iedereen wil vragen om te doneren. En als je een idee hebt om samen te werken, om een donatie bij elkaar te krijgen, lezingen of workshops of wat ook maar, vraag het dan. Kom naar mij toe, stuur me een e-mail of stuur me een sms. Maak je een donatie. Stuur dan een kopie van het scherm van de donatie naar Charlie's Angel Tarot at gmail.com en ik geef je een shout-out, zoals ze dat noemen. Dan zeg ik ook, ga ik live en dan zal ik een shout-out doen over jouw Facebook-pagina of YouTube-pagina. Zo, alsjeblieft wil je dit delen met familie, vrienden en kijkers. En laten we samen werken. Solidariteit. Samen staan we sterk. En laten we bij elkaar komen. Dankjewel alvast. En ik weet dat ik fantastische kijkers heb. En ik weet ook dat jullie fantastische kijkers hebben. En ik weet dat samen staan we sterk. Kunnen we ook het bedrag bereiken. Dankjewel. Ik laat alle informatie boven deze video. En je kan me altijd een e-mail sturen. Wil je samenwerken of heb je andere ideeën? Heel veel liefs en dank.
Voor alle kijkers die een euro geven, krijg je 2 kaarten van mij, zolang je een screenshot maakt, een foto van je scherm van de betaling. En dan ga ik op zaterdag live en dan neem ik alle, dan print ik uit alle namen die een donatie gemaakt hebben en het scherm waar ze de donatie gemaakt hebben op geef aan op geef.nl of sos.nl. Ik zal de details boven deze video laten en dan geef ik je 2 kaarten. Misschien wel nog een gratis kaart erbij. Nee, ik zal het zo doen. Ik geef je 2 tarotkaarten en 1 orakelkaart. Zo, wil je 2 tarotkaarten en 1 orakelkaart? En heb jij je afschrift gestuurd, een printout van je betaling op Marina's officiële pagina? Dan ga ik zaterdag live en dan krijgen jullie je kaarten. Zo. Dan zal ik ook nog een oproep doen dat ik live ga, omdat er mensen zijn die gedoneerd hebben. Ik zal geen namen noemen, maar je weet wel wie je bent. Oké, want ik stuur je wel gelijk een e-mail terug. Hou je taai, wees gezegend en als je een privébericht wilt hebben, dan zal ik je een e-mail terugsturen met de foto van de kaarten. Hoi Thay en alvast bedankt iedereen om mee te doen. En delen met iedereen, familie en vrienden. En vraag aan je baas of hij een donatie kan doen als een zakenman. Hij kan het ook terugkrijgen van de belasting. Dat kan je terugkrijgen. Donaties kan je terugkrijgen omdat het op een officiële site gedaan wordt. Hoi Thay, groetjes. Oké. Ik zal kijken of de ondertiteling aanstaat. Turn subtitles on. Ja, dan heb ik het Engelse. Oké. Hi Martina, hoe gaat-ie met jou? Aangenaam om kennis te maken. Ik heb gehoord van je zus Farinia dat je een erge situatie bent en dat je naar buitenland moet voor een levensreddende operatie omdat een slagader knel zit in je nek tussen 2 wervels. Hoi, ik heet trouwens Marina, maar dat geeft niet. Hoi. Nee, ik zei Marina, geloof ik toch? Oh, ja. En je dat zus Farinia. Die zei je goed, maar dat zijn onze neurologische problemen, hè? Lotgenoot. Ja. Klopt, ik wil heel graag geopereerd worden in Barcelona aan een zeldzame aandoening. Zodat ik moeder kan blijven voor mijn geweldige kinderen. Klopt. Ja. Je gezin is de treasure. Ja, klopt. Absoluut. Man en kinderen. Ja. En ik weet dat, ik heb 2 whiplashes. So ik weet dat je duizelig kan zijn. Ene dag gaat beter dan de andere. Ook uit je woorden komen, slikken. Soms lijkt het net alsof je visie, wat je ziet. Bij mij is het boter op de lens. Ik heb 2 nekhernia's en jou is in heel veel erger, want ik snap ook dat je hernia's hebt. En ik leef helemaal met je mee en ik wil graag geld inzamelen, zodat jij naar Barcelona kan zo spoedig mogelijk. Zo, dit is niet alleen voor particulieren bedoeld, maar ook voor bedrijven. Kan je... Ik ga eerst vragen aan je, hoe komt het dat je dit hebt gekregen? Om het een beetje kort te houden, heb ik al een hele langere tijd lichamelijke klachten. En gaande de afgelopen jaren kwamen we achter steeds meer diagnoses. Zo ben ik een paar jaar geleden in contact gekomen met Stichting SOSNL. Die staan voor het overdrukssyndroom en tarlofkiestes. En aangezien ik dat ook heb, is voor mij mijn zoektocht naar andere problematiek daar ook uit voortgekomen. En zo kwam ik op deel dat ik hoog cervicaal instabiliteit heb en ook wat lager in mijn nek ook instabiliteit heb. Overigens ook laag in mijn rug.
Maar dat is een deel wat in Nederland nog verholpen kan worden, maar de bovenste gedeelte helaas niet. Mag ik daar even op inhaken? Want heel veel mensen die weten niet dat een hoofd tussen 12 en 15 kilo weegt. En dat een nek heel veel te verdragen heeft om dat in balans te houden, dag en nacht. Daarom, als je een baby ziet, die heeft nog die ontwikkelde spieren niet in zijn hoofd, omdat dat sterk moet zijn. Maar ik snap ook dat jij bindweefselproblemen hebt. Klopt, ja, ik heb HEDS, dat is een zeldzame bindweefselaandoening. Die, om het even kort door de bocht te zeggen, je bindweefsel is van slechte kwaliteit. En dan heb je je spiermassa die alles kunnen opvangen. Maar doordat je al invaliderend bent, wordt dat ook van minder kwaliteit. Het wordt minder sterk. En in dit geval is je hoofd inderdaad extreem zwaar voor mij, voor mijn romp. Waardoor het niet stabiel genoeg meer is. En daardoor, grofweg gezegd, bleef niet alles meer op zijn plek zitten. En zal ik straks geopereerd moeten worden aan het bovenste gedeelte in mijn nek. Daar wordt, worden de botten gefuseerd. Door middel van stalen pennen en buizen aan de schedel. Zodat die op zijn plek blijven. En voor mij is dat vooral belangrijk omdat ik niet alleen instabiel ben, maar daardoor ook een hele belangrijke afvoerende ader bekneld zit. En één kant doet het nog niet tot nauwelijks nog, en de andere kant die heeft een hele slechte doorstroming hierdoor. Dus dat is een operatie die op dit gebied nog niet zo ver ontwikkeld is. Er komt wel een studie binnenkort. Alleen is dat voor nu voor mij niet van toepassing. Ik moet gewoon geholpen worden. Ja. Ik hoop dat dat snel kan gebeuren en ik hoop dat bedrijven, particuliere mensen met je meevoelen en al is het 50 cent, dat ze dat over kunnen maken naar de stichting. Want ik geloof wat ik, want dit is de tweede opname, want wij waren allebei te emotioneel. Omdat ik begrijp waar Marina doorheen gaat, al is mijn het niet zo erg als Marina. Ik heb twee whiplashes, maar ik weet dezelfde kwaaltjes dat soms spreken moeilijk is, slikken moeilijk is, hoofdpijn, pijn slopend en ook dat er geen erkenning is in een welvarend land zoals Nederland, dat de zorgverzekeringen geen erkenning aangeven dat je dan naar buiten moet gaan, naar een ander land, buitenland, omdat er alleen maar één dokter is in heel Europa die deze operatie kan verrichten. Klopt. En dat het eigenlijk nog duurder dan een huis kost, wat belachelijk is. Eigenlijk zou je je huis moeten verkopen om je eigen in leven te kunnen houden, terwijl de premies zo hoog zijn in Nederland en mensen durven sowieso al niet meer naar tandarts of huisartsen of dokters te gaan, omdat ze bang zijn om hun eigen bijdrage te verliezen. Je moet het een beetje zo zien als je een zeldzame afwijking hebt. Dan is er natuurlijk niet genoeg kennis en kunde hiervoor. En dan ben je vaak aangewezen op artsen die zich daarin gespecialiseerd hebben. En in mijn geval zitten er maar 5 artsen over de hele wereld die de operatie in combinatie met andere aandoeningen uitvoert. En waarvan eentje is en die zit in Barcelona. En dat is dus voor mij de kortste weg. Dus en daar betaal je ook een prijskaart voor. En, Komt die dokter hier naar Holland toe als je geopereerd wordt? nee, ik zal naar Barcelona moeten. Zo dan. Zo dat betekent dat je hersteld moet worden zonder familie, je kinderen te zien. Want de kinderen moeten naar school als de school open is. En dat je extra zorg moet inhuren om te betalen zodat de kinderen verzorgd wordt. Ja, er komt meer bij kijken dan enkel alleen de operatie realiseren. Want het is, je zit in je hoofd te proeten. Dus het is niet zomaar een simpele operatie. En je zal daar ook een maand moeten verblijven voor de nodige zorg. Het kan korter zijn, maar je moet er wel van uitgaan. Dus en je hebt een gezin. Dus die zal ik achter moeten laten. Daar moet ook een hoop voor geregeld worden. Ja, dus ja. Het is niet makkelijk, nee. Zo, als iemand van een vluchtmaat
vaartmaatschappij aan naar deze film kijkt. Kijk eens of jouw luchtvaartmaatschappij ja, mee kan dingen door gratis tickets te geven, misschien voor de familie, om toch, terwijl Farina of Marina in het ziekenhuis ligt, naar hun moeder kunnen reizen om er te steunen. It's an idee. Het komt zo naar buiten. Zoals je iemand weet die een vliegtuigje heeft of een tickets kan organiseren of kan doneren, dan doe mee alsjeblieft. Wat ik naar buiten wil brengen, dankjewel. Ik zal niet te veel van je tijd meer nemen, Marina, want het is vermoeiend. Ik zie het al aan jou. Ik begin ook al fouten te maken, omdat ik ook emotioneel ben. En zoals ik zei al in het begin, één dag gaat beter dan de andere. Wat ik ga doen, nadat we dit gedaan hebben, we willen meer erkenning voor onzichtbare handicaps en ziektes. Ook voor SOS.nl, die voor andere mensen steunt, en Marina. Ja. Komt door Farinia, weet je dat? Marina. Ja, we lijken op elkaar. Farinia, Marina. Ik steun ook goede doelen. De Vriendenloterij. Daar heb ik een prijs gewonnen. En dat is een code voor 4 tickets. 4 entree tickets. Om naar de dierentuin te gaan. Of een pretpark. Of een museum. Dat is de eerste prijs. En de hoogste bieder die krijgt deze 4 tickets. En de tweede hoogste donatie. Die krijgt een lezing van mij. Omdat ik de kaarten lees. De tarot. Heel veel verschillende tarot. Voor 45 tot 60 minuten. En de derde prijs is 20 minuten. Zo, ik hoop dat iedereen meedoet met de SOS.nl te ondersteunen. En jou, Marina. En dankjewel om naar buiten te komen. Want dit is ook een van mijn gevechten en wat ik doe. Want ik wil, Whiplash is ook onzichtbaar. En er gebeurt iets. Ja, ook onzichtbaar. En ik wil mensen gaan ondersteunen met onzichtbare handicaps. En ik doe ook mee met goede doelen. Ik heb ook nog een vriendin in Engeland benaderd. Die zoekt kleine goede doelen. Niet de grote, want die worden al ondersteund door de overheid. De meeste. Ja. En de kleine niet. En daarom zoek ik en zij nadien kleine stichtingen of mensen die geld kunnen gebruiken om onderzoek te doen, erkenning te krijgen. En ik wens je heel veel geluk en heel veel succes. Hou ons op de hoogte, zodat ik het naar buiten kan brengen op mijn Facebook en iedereen op de hoogte kan brengen die meegedaan heeft met deze inzameling. Dankjewel. Super. Ik wil ook alvast iedereen bedanken die aan jouw actie mee willen doen. En ook jou persoonlijk bedanken dat je dit mede mogelijk maakt. En aan alle mensen die graag hierop willen bieden, wil ik jullie ook bedanken dat jullie ook dit mogelijk maken. En alle kleine beetjes helpen in mijn geval. Dus bij deze iedereen bedankt. Graag gedaan. En ik vind je heel erg dapper om naar buiten te komen. Niet alleen voor jezelf, maar ook dat je meedenkt. Eigenlijk zet je niet jezelf, want dat heb je al gezegd, op de eerste rij, maar SOS.nl. Dank je wel voor de dapperheid. Dank je wel. Hou je taai. Veel liefs en sterkte. Dank je wel.